Hans, goedemiddag. We bekeren verder. Dat wil zeggen, voordat de competitie start, toch nog een wedstrijd met inzet waar dat je de gasten kunt op prepareren. Ik heb dat vooraf op in het hier ook gezegd. Van, kijk, als je kan verder bekeren, heb je tenminste wedstrijden met inzet. Dat is helemaal anders dan een oefenwedstrijd. Ik vond de wedstrijd vandaag heel belangrijk om daarin door te gaan. We hebben een mooie tegenstrever volgende week. En misschien hebben we nog een topper dan juist voor de competitie. Dat we ons perfect nog kunnen meten met een mooie club. En dat was heel belangrijk dat ik dit meegaf aan de spelers. Eerste helft vrij gesloten. Vooral door de manier waarop dat Bergen naar hier kwam eigenlijk. Want die waren toch redelijk defensief ingesteld. We hadden wel die kansjes. Ja, en toch scoren we niet dat doelpunt, hè. Ja, klopt. Zij stonden echt met een muur van 4, 5 en 1 spits. Dus dan weet je, en de ruimtes tussen die twee lijnen was misschien 5 meter. Dan weet je dat het heel moeilijk is. En dat heb ik ook aangegeven in de rust. Als er kansen kwamen, was het vooral over de flanken. En dan moet je die ballen smijten, want in het centrum was er echt geen ruimte om te voetballen. Dan moet je via de flanken proberen de meerderheid te creëren. En dan moet je proberen je kansen af te maken. Ik heb 5 kansen geteld. Oké, het waren niet allemaal heel grote kansen, maar 5 kansen geteld. Dan moet je hopen dat er eentje binnen gaat. En dat hebben we meegegeven aan de rust. Dat we blijven tempo moeten maken. Dat we niet te traag mogen spelen en snel veranderen van kant. Ja, en dan heb je een ingeving van Julien die de wedstrijd openbreekt. En dan weet je, als je dan 1-0 voorkomt, dat er ruimte komt. En dan moeten zij uit hun kot komen. En ik ben eigenlijk wel heel tevreden over de wedstrijd. Ze hebben een volwassenheid getoond en dat was ook belangrijk. Ja, de tweede helft kwam Bergen sowieso wel totaal anders uit de kleedkamer. Iets meer aanvallend. Die hadden die kleine kansen, maar eigenlijk zeker niet noemenswaardig. Ja, en je sprak al over, dan was het moment, 65e minuut. Iedereen die hier was, ja, dat was een ingeving... Ongelooflijk, hè? Ik was ook met verstomming geslagen, dus moet ik eerlijk zijn. Ik denk dat ik op dat moment nog riep naar hem, andere kant. En dan, maar dat typeert zo'n speler. Dat zijn spelers met iets extra. En die kunnen vanuit niks iets geks doen. En ja, daarvoor denk ik dat heel het team hem daarvoor dankbaar is. Ja, en dan ging het snel, 2-0, 3-0. Yassine ook eigenlijk een heel moeilijk doelpunt. Niels dan met zijn buik scoort. Dus dan ging het wat mee, wat we in de eerste helft niet hadden eigenlijk. Ja, klopt, maar dat is typisch als je 1-0 voor staat. En ik zei, het staat dan 3-0 en eigenlijk wil ik persoonlijk als trainer die 4-0 en die 5-0. Maar ik snap de jongens ook wel dat ze even van het gaspedaal gaan. Het was enorm warm, het vergt heel veel energie, veel vochtverlies. Maar ik denk dat we met 3-0 een heel mooi resultaat hebben. Tegen een vrij sterk geheel, vond ik wel. Ja, klopt. Hè. Dat zag ik ook de eerste helft. We starten heel sterk. Na een half uur moet je wel lossen. Dan kreeg Bergen die kleine kansjes. Ja, de warmte speelt natuurlijk wel daar zijn rol natuurlijk. En ook het frustrerende is dat doelpuntje niet viel. Hè. Ja, klopt. Maar dan ook wel chapeau naar mijn verdediging. Want je weet, je hebt eigenlijk het overgrote deel van het balbezit. Je komt nooit in gevaar. En dan moet je die concentratie houden. En ik denk dat ze dat vandaag... Ja, alle 4, alle 5 die jongens heel goed gedaan hebben. En dat is de sterkte van hun ploeg. Dat is die concentratie. Want dat wordt soms onderschat als je constant balbezit hebt. Er is maar 1 kans of 1 hoekschop dat moet binnenvallen. En daar moet ik die jongens voor feliciteren. Ja, dat vroeg ook al Lorenzo met het interview. Weer de nul houden. Ik denk dat dat voor die gasten ook wel plezant is dan. Hè. Ja, dat moet een doel zijn voor hen. Inclusief de keeper. Moet dat een doel zijn om in deze wedstrijd de nul te houden. Want je weet, met 1 doelpunt heb je genoeg. En het is al moeilijk om te scoren tegen een muur. Maar daar zetten we grote stappen in. Goed, super. Merci. Dank u wel. Lorenzo, een 3-0 overwinning tegen Bergen. Maar misschien vooral het belangrijkste, de nul gehouden als verdediging. Ik denk dat altijd met een goed gevoel is dat je dan van het veld stapt. Dat is sowieso een goed gevoel. Allee, voor ons, voor mij is het belangrijk. Voor mijn, de keeper die achter mij staat, ik weet dat het altijd belangrijk is voor hem. En dat geeft een goed gevoel. Ja. Ja. De eerste helft waren we duidelijk de betere ploeg. Bergen die dat toch wel wat verdedigend gestart is aan de wedstrijd. En ja, we hadden wel wat moeite met die instelling van Bergen. Hè? Ja, ze waren er op het veld. Dat was een beetje zoeken. Hoe moesten we door die blok gaan? Want ze gaat goed compact. En dat was een beetje zoeken. En in de tweede helft zie je dat de ruimte een beetje open gaat. En dat de 3 goals komen. Ja, de tweede helft starten zij anders. Iets meer aanvallender. Iets meer proberen ook een kans te creëren. Ja, en dan de 65e minuut is het moment daar. Hè. Het doelpunt. Misschien wel het doelpunt van het seizoen nu al. Hè. Dat is een heel schone doelpunt. We gaan dat niet vergeten, denk ik. Maar ik hoop dat er anderen gaat maken.
Julien is goed bezig en ik ben super blij voor hem. Ja. Een wedstrijd met inzet tegen toch een vrij goede tegenstander. We merken een goed spelniveau, dus ik denk dat we ook stilletjes aan klaar zijn voor de start van de competitie. Hè? Wij staan stilletjes klaar, maar eigenlijk we hebben nog dus van de weekend weer een wedstrijd met inzet. En terug die automatisme zetten. We kunnen nog verbeteren op bepaalde dingen. En dus stilletjes aan zijn we klaar aan het zijn. Ja. Was de warmte een probleem vandaag of viel het mee? Eigenlijk, we hebben de laatste week daarmee getraind. Maar bon, ik ben centraal verdediger, dus is dat een beetje anders. U moet aan mijn middenvelders vragen, mijn aanvallers. Maar ik denk dat het nog meeviel. We waren een beetje daar gewoon. Super, bedankt. Bedankt. Ja.